Het is op veel scholen een belangrijke traditie, de eindmusical. En dat is allemaal te danken aan deze man, Benny Vrede. Hij droomde ervan dat alle kinderen aan het einde van de basisschool een leuke en feestelijke afsluiting kregen. Daarom schreef hij 55 jaar geleden de allereerste schoolmusical, Meester Pennelik. Het werd een succes en de traditie was geboren. Tegenwoordig wordt er op bijna elke basisschool een musical opgevoerd. Er zijn apps om liedjes in te studeren, dansvideo's, workshops en sommige scholen houden zelfs premières met bekende Nederlanders. De meeste scholen kopen hun eindmusical bij bedrijven die ze maken. Scholen kunnen uit een hele lijst kiezen. Populaire musicals dit jaar zijn bijvoorbeeld Wie stilt de show, Soep in de soep en Het goud van eiland Albatros. Om zo'n musical te kunnen opvoeren betaalt een school zo'n €150. Sommige achtste groepers bedenken zelf een musical. Hey boys, ik heb nu een chick gefakt. Tekst schrijven en kleren uitzoeken, decor maken. Ik vind het best wel knap van ons dat wij dit zo allemaal bedacht hebben. Anderen maken liever een afscheidsfilm. Vooral in coronatijd was dat populair, vanwege de strenge maatregelen toen. Het voordeel is dat je zo'n film altijd terug kunt kijken. Maar ja... Het is natuurlijk wel minder leuk dan een musical, omdat dat doe je echt met z'n allen. En dan voel je ook gewoon echt die groepsband.